U96, maar dan anders, dat is boot. Oh. Dat ga ik letterlijk nemen nu, jongens. Ik heb ze net een potty gezien, jongen, die ging zo super hard, dat wil je niet weten, jongen. Kijk, hij kwam hier bij dit watertje. Komt hier met een soort van, ja, hoe noem ik het, wat in die videoclip ook was van Enzo Knol en Don, dacht ik, of zoiets. Die hadden zo'n waterscooter gekocht. En die gingen daar op dat ding zo mega hard, jongens. Ze zijn al helemaal achteraan, jongens. Wow, die gingen echt super hard, weet je. En er kwamen een paar van die oudjes kwamen er voorbij. Ik zei, harder, harder, jongens. Weet je, ik stond echt met mijn arm gewoon helemaal naar voren, jongens. Die gingen allemaal lachen. Ik zei, je moet nog harder. Oh. Oh, man. Geweldig, jongens, wat je allemaal meemaakt, jongen. Kijk eens, al die paaltjes die we af moeten rijden, jongen. Dan hoop ik dat je zo dadelijk nog eentje tegenkomt. Dan kan ik hem toejuichen dat hij harder moet gaan. Zo. Hij ging veel harder als een auto, jongens. Veel harder ging hij. En dat op het water, hij klapte echt. Ik mag dat wel. Ja, waar zijn we nou weer terechtgekomen? What's up? Wow. 10.000 stappen, hebben we omgezet naar 20.000 stappen. Toen hebben we heel veel regen en onweer over ons heen gehad. We hebben ook nog, ik zeg het eerlijk, gejankt en gehuild in het bos. Omdat we helemaal naar de kloten waren. Sorry voor het woord. En nu gaan we deze aflegging doen. Omdat onze auto kapot is. We gaan namelijk, let goed op. Ik sta nog een beetje te trillen van gisteravond. Naar dat hoogste punt daar. Helemaal bovenaan. En dan gaan we het uitzicht filmen. Maar dan moeten we ooit meerdere waters volgens mij overheen. Het is niet zo'n hel als toen naar Leerdam. Want dan moest je brugjes pakken en al die dingen meer. Maar dit is ook een vette omgeving, jongens. Wacht. Ik kan het jullie laten zien. Daar aan de overkant waren ze toen een keer aan het vissen. Ik ben helemaal nat gezweet, jongens. Het druipte echt af. Kijk, hij doet tenminste aan sport. En dat doen wij niet ook. Jongens, we gaan deze weg gaan we affietsen. We gaan zo dadelijk in de winkel kopen dat we ergens een winkel tegenkomen. Dan gaan we een kratje Red Bull halen. En die gaan we ergens begraven. En dan gaan we eventjes kijken of we ergens kunnen gaan slapen. Want ik heb nou slaapgebrek nodig. Dus ik hoop dat we ergens struikjes vinden om dat te kunnen dutjes kunnen doen, zeg maar. Ja. Kijk eens, ik wil ook nog eens een keer naar die kijk. Willen we helemaal naar boven gaan, jongens? Hebben we motor, jongens? Nee, het is gewoon een scootertje. Hallo! Gaaf, jongens. Hij groeit er gewoon. Hij ligt een beetje op Enzo Knol, jongen. Kijk, er ligt een biertje. Daar heb ik nou ook heel erg zin in. Maar dat mag niet, want we doen deelnemen aan het verkeer. Ja, gaaf, jongens. Oh. Hier staan altijd Duitse autootjes achter, zeg maar. Achter die struikjes. Daar dus. Even kijken. Ja, wat nu daartussen dat vrouwtje zit en dat dingetje. Daar zaten altijd autootjes, zeg maar. Wat ze in de nacht hier altijd doen, weet ik niet. Maar dan lopen ze altijd, waar dat vrouwtje fietst, lopen ze altijd hierheen. En dan gaan ze hier de struikjes in, blijkbaar. Gaaf, jongens. Ja, je hebt allemaal van die ingangetjes. Dat valt me niet ook op. Nou, meneer laat het herdertje uit. Kijk eens hoe die als een baas daar loopt, jongens. Kijk eens. Daar waren we toen met de aanbouw. Ja, kijk. Dit is toevallig een Nederlander die daar staat. Een paar gansjes. Gaaf, jongens. En maar kilometers wegtrappen. Hé, zo'n hond heb ik ook gehad, of niet? Het is een Mechelse herder, of niet? Nee, het is geen Mechelse. Of wel? Even kijken of het... Nee, hij lijkt erop. Het is geen Mechelse herder. Oh, wow. Ja. Er komen ganzen overvliegen, of niet? Ja. Nou, de fietsvlogs zijn weer begonnen, helaas. Ik baal er ontzettend van, maar het moet. Vanavond eventjes Alex Sosse kijken hoe hij de gym kapot traint. Lijkt me ook wel vet, jongens. Heerlijk. Trouwens de groeten, Alex. Tony Pino, kijk naar je video's. Ja, denk daar maar eens over na. We willen nog eens een keer in die windturbines. We hadden altijd al een keer een afspraak gemaakt met een of andere gast, zeg maar. Die zou ons nog terugbellen. Oei, die zou ons nog terugbellen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Want we wouden helemaal bovenaan. Maar dat kon niet vanwege de veiligheid, zei hij toen later. Het baasje vond het niet goed. Dus dan gaan we maar andere windturbinetjes afbellen. We willen altijd een keer bovenaan kijken. Jong, motorhuisje kijken en zo. Wat gefilmd mag worden, mag gefilmd. En wat niet gefilmd worden, ja. Hou even een handje voor de camera dat het beeld zwart wordt. Kijk eens hoe ze daar staan, jongen. Oh, ik ga ze dadelijk Red Bull te halen, jongens. Ik ben helemaal uitgedroogd. Dat zijn wilde ganzen, of niet? Jongens, ik moet stoppen. Ik wil doorfietsen. Maar ik moet stoppen. Ik wil die beesten even op film hebben.
Oh. Jezus. Wow, we hebben dat hele stuk afgelegd. We staan helemaal te trillen, jongen, door de spanning. Kijk, dan sta je op en dan gaan hun ook lopen, want dan wordt het te ver voor hun. Te veel voor hun. Zie je dat? Oh. Kijk eens naar al die koppen, jongens. Oh, man. Jongens, we gaan de vlog weer beëindigen. Daar moet ergens een winkel zijn. In een van die panden daar. Ik hoop dat er een appie is en dan gaan we een heel twee Red Bull halen.